Minister Stanley Dagubashing van Financiën en Planning heeft de tweede fase van de schuldherschikking met de Club van Parijs ondertekend. Deze fase omvat de herschikking van bilaterale en commerciële schulden met staatsgaranties, die per 1 januari 2025 in 12 tot 17 jaar worden afgelost met aflossingsvrije periodes van 4 tot 5 jaar. De rentevoeten zijn beperkt tot 3,59%. Met de parapluovereenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd, maar afzonderlijke bilaterale overeenkomsten met Frankrijk, Italië, Israël en Nederland moeten nog volgen. Dit akkoord verlicht de schuldenlast en draagt bij aan Surinames financiële stabiliteit. Het ministerie van Justitie en Politie is gestart met activiteiten ter bewustwording van borstkankermaand. Gisteren heeft het team van voorlichting roze lintjes opgespeld bij personeel op het hoofdkantoor om hen aan te moedigen jaarlijks een check-up te doen voor vroege opsporing van borstkanker. Het roze lint, geregistreerd door de stichting Pink Ribbon, is een universeel symbool voor borstkanker en staat voor solidariteit en bewustwording, terwijl het steun betuigt aan hen die strijden tegen de ziekte. De politie in Ikeri heeft op 6 oktober 2024 een drugsinval gedaan aan de Parel Rijstweg, waarbij de 32-jarige verdachte RD werd gearresteerd. Buurtbewoners hadden meerdere klachten ingediend over de vermeende drugshandel op dat adres. In de woning vond de politie 12 wikkels vermoedelijk cocaïne, een geldbedrag en verpakkingsmateriaal. Alle items zijn in beslag genomen. RD is na overleg met het Openbaar Ministerie op 7 oktober 2024 in verzekering gesteld voor verder onderzoek.